Waarom vinden robots het moeilijk om een deur open te maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een blik op de toekomst. Zie hier, de toekomst. Nou ja, zo dachten ze erover in 1920. Ze dachten, zou het niet mooi zijn als een arts gewoon op afstand zijn patiënten zou kunnen behandelen? Zodat die arts niet meer zoveel hoefde te reizen, of zodat patiënten die eigenlijk moeilijk vervoerd konden worden, dat die gewoon door de allerbeste arts op een afstand gediagnosticeerd zouden kunnen worden. Nou, dat zie je hier. 1920, dames en heren. De arts van de toekomst. In dat blad waarin dit verscheen, zeiden ze ook, kijk, met alle technologie van vandaag, hè, de communicatie, we hebben een telefoon en zo. Hè, en toen was er nog niet eens televisie, volgens mij. Maar dan zouden ze ook telemanipulatie moeten kunnen hebben. Hè, we zien op afstand, we horen op afstand, waarom kunnen we niet dingen manipuleren, bewegen op afstand? Dat is de droom uit 1920. En ze zeiden, nou, dat moet wel kunnen hoor, met deze technologie. Nou, dat was toch nog wel ietsje lastiger eigenlijk dan ze toen dachten. Dat was behoorlijk lastig zelfs. Er is heel erg veel jaren onderzoek en ontwikkeling aan vooraf gegaan. Maar tot op zekere hoogte is dat gelukt. Kijk, hier hebben we een blikje in de toekomst van vandaag. Dit heet de Da Vinci-robot. En de Da Vinci-robot is eigenlijk zo'n telemanipulatiesysteem. Een op afstand bestuurbare robotarts. Kijk, aan de linkerkant zien wij een arts met de Da Vinci-robot. Je ziet zijn handen niet, maar die houden dus een soort van robotarmpjes vast of zo. Hè. Met die robotarmpjes stuurt hij die andere toch wel angstaanjagend uitziende robotarm af, waar dus de patiënt onder moet komen te liggen. Maar ik zei dat het niet helemaal was wat het toekomstvisioen voorspelde. Want in het toekomstvisioen stond ook dat de arts zou kunnen voelen wat er gebeurde als hij de patiënt zou aanraken. En dat zit nog niet in deze Da Vinci. Waarom eigenlijk niet? Het is blijkbaar heel lastig. En eigenlijk is dat niet het enige waarbij geen gevoel zit. Er zijn een hele hoop andere applicaties te verzinnen, hele andere soorten situaties, waar dat gevoel ook niet zit en waar het heel nuttig zou zijn. Een heel bekend voorbeeld, kennen jullie misschien nog de Deepwater Horizon oil spill? In april 2010 zien we hier aan de rechterkant zie je een plaatje op afstand. En links zie je dan een plaatje van een robotarm die probeert die vreselijke oliespil om die eigenlijk te dichten. Dat duurde, weet iemand nog hoe lang het duurde? 87 dagen, dames en heren. Dat lukte dus niet zo heel erg makkelijk. Dat is heel moeilijk. Ook daarbij, het was natuurlijk niet het enige, maar de mensen die dit soort robots moesten besturen, die konden niks voelen. Is dat het enige voorbeeld? Nee. Maart 2011, weten we misschien nog, in Fukushima, de Daiichi-reactor daar, werd na de tsunami, was er een meltdown. En ook daar moesten robots naar binnen gestuurd worden. Het was natuurlijk hartstikke gevaarlijk voor mensen. Hebben ze robots naar binnen gestuurd om te proberen nog zo goed en kwaad te redden, wat er te redden viel. Links zie je een van de robots die ze daarvoor gebruikt hebben. En die robot die probeert hier een deur open te maken. Nou, kan je voorstellen dat als je misschien de omgeving helemaal aanpast aan de beperkingen van robots nu, dat er een hele hoop mogelijk is. Maar deze robots moesten in een gevaarlijke, onbekende situatie, die we niet zagen aankomen, moesten die opeens in een omgeving werken waar normaal gesproken mensen zijn. Dus die omgeving is helemaal niet aangepast op robots, zoals we het bijvoorbeeld kunnen doen in autofabriek of zo, hè, waar al heel veel robots werken. Dan zetten we netjes een hek omheen en dan weten we overal precies op de millimeter nauwkeurig waar alles staat. Nou, dan lukt het wel met die robots. Maar in dit soort situaties, dan zijn mensen eigenlijk nodig. En wat voor interface geven mensen nou die met zo'n robot moeten werken? Die voelen dus geen krachten. Robots die hier werkten in Fukushima 2011,
deden er ongeveer een kwartier tot een half uur over om een deur open te doen. Dat lukt ons over het algemeen wel ietsje sneller. Het was zo een belangrijke uitdaging eigenlijk, het openmaken van een deur, dat daar een grote prijsvraag voor is uitgeschreven. Waar je heel veel geld mee kon winnen, waar alle knappe koppen dus op af zijn gekomen. Daar zie je hier een filmpje van. Hier zie je de winnaar van deze wedstrijd. Nog niet zo lang geleden. En die doet hier een deur open. Dan denk je, het ziet er eigenlijk misschien nog wel redelijk uit, hè? Valt eigenlijk wel mee. Totdat ik je vertel dat dit filmpje 10 keer versneld is. Stukken beter dan het half uur wat het daarvoor duurde. Hè? Dus er is vooruitgang geboekt, dames en heren. Maar nog steeds voelen de mensen die deze robots moeten aansturen, voelen de krachten niet. Deze robots die moeten zeggen, oké, wat is het draaipunt? Zo, daar precies. Dan moet ik heel precies een cirkelboog zo om dat draaipunt heen. En als ik daar een kleine fout heb, dan komen er opeens hele grote krachten rondom dat draaipunt. En dan breek ik misschien mijn eigen arm wel af of die deurklink. En dat zijn dus allemaal dingen die gebeurd zijn in het echt. Maar als je het niet voelt, is het heel lastig om te interacteren in harde omgevingen. Wat kunnen we daar nou aan doen? Nou, dames en heren, dan moet je simpel beginnen. Als je wil snappen hoe je krachtinteractie in afstand bestuurbare robots moet brengen, moet je heel simpel beginnen. Zo simpel zelfs, dat het hier op deze tafel past. Veel simpeler dan dit wordt het niet. En toch zit in deze hele simpele opstelling, die, ja, ik moet het eerlijk toegeven, toch niet zo indrukwekkend is als die robot die zo die deur opendeed. Hierin zit het geheim van krachtfeedback op afstand. De afstand is niet zo heel erg groot. Hè? Met deze draadjes zouden we heel lang kunnen maken. Of dat zouden we over internet kunnen laten communiceren. Maar daarmee kunnen we eigenlijk, als ik deze joystick beweeg, kunnen we die andere joystick ook bewegen. Nou, twee bewegende joysticks. Heel goed, hè? Maar de grap is dat ik ook nu voel aan deze kant. Ik voel nu dat ik hier tegenaan het duwen ben. En aan de andere kant ook. Dus deze twee joysticks zijn niet alleen gekoppeld in positie, maar die voelen ook de krachten die erop worden uitgeoefend. Hiermee ga je de oorlog natuurlijk ook niet winnen en ook geen deuren openmaken. Maar het laat wel zien dat we proberen te snappen hoe we dat terug moeten brengen. We proberen dan eigenlijk niet alleen dit soort concepten te testen, maar we proberen dan ook taken te testen waarbij een mens met zo'n afstandbestuurbare robot iets nuttigs moet doen. Nou, en daarbij proberen we dan eigenlijk in experimenten datgene wat die taak nou zo moeilijk maakt in het echt, te abstraheren, naar een soort te versimpelen, naar een soort abstracte taak, waar al de elementen in zitten die het zo lastig maken in het echt. Dan zie je hier een voorbeeld van. Hier hebben we een robot, dit is in ons lab, het Delft Haptics Lab. En de robot zie je aan de linkerkant, zit een mens die houdt een soort van sleutel vast, een barcode. En aan de andere kant, aan de linkerkant, beweegt dan een andere robotarm. In het rechter plaatje zie je dan eigenlijk wat, dat noemen we dan de slave. He, dus wat de robotarm in de omgeving die dan zo gevaarlijk is, waar de mens niet mag komen, wat die dan aan moet doen. En dat is dus eigenlijk een taak waarbij je zo'n beetje zo van de ene positie naar de andere beweegt. En dan vervolgens zo met die sleutel over de bout moet gaan en die moet aandraaien. En hierbij zie je een aantal van de deelonderdelen van wat die taak zo moeilijk maakt. We moeten een beetje bewegen naar een object toe. Die moeten we op een juiste manier benaderen. We moeten kunnen voelen of we contact maken, of we er zijn. En vervolgens moeten we ook nog eens het ding kunnen aandraaien en moeten voelen hoeveel kracht we daarop zetten. Het zijn allemaal elementen die dus zo lastig zijn in Fukushima of in die Deepwater Horizon oilspill. Dat proberen we te snappen. Hoe doen mensen dat nou? Wat moet je nou voelen? Daarbij proberen we twee soorten van krachten te bestuderen. De ene kracht is eigenlijk heel simpel voor te stellen. Dat is de natuurlijke kracht die je zou voelen als je daar echt zou zijn. Dus als die omgeving die we nou zo kunstmatig op een afstand hebben gemaakt, die zou ook gewoon naar de mens toe kunnen brengen. Hè? Hoppakee. Stel dat zou kunnen, dan zou je de echte krachten voelen van jouw boutje, van jouw sleutel op het boutje. Geen enkel probleem. Zou je kunnen voelen, toch? Dat is eigenlijk een soort van de droom van mensen die aan telemanipulatie werken. En die droom die is nog niet uitgekomen de laatste 20, 30 jaar.
Dat is heel lastig. En de tweede soort krachten waar we dan eigenlijk naar kijken, gegeven dat dat zo lastig is, zouden we mensen niet een beetje kunnen helpen? Eigenlijk net zoals het misschien zou werken dat iemand jou een beetje er naartoe leidt. En dat je op basis van informatie, van een beetje sensoren, een klein beetje zorgt van, nou ja, weet je wat, je moet het ongeveer zo erop zetten. En niet onder een iets andere hoek. Als je dat perfect zou kunnen, ja, dan zouden we het dus helemaal kunnen automatiseren. Maar het zit hem juist in de samenwerking tussen robots die iets kunnen en mensen die iets kunnen. En daarvoor zijn dan ook krachten nodig. En dat gaat dan heel nuttig. En dat zijn ja, een soort hulpkrachten. En ja, dat is lastig uitleggen, krachten, je kan ze niet voelen. Eén iemand, dames en heren, is vandaag de gelukkige om te voelen hoe het is om samen met een robot, ik ga dan even de robot spelen, een taak uit te voeren. Kijk eens, hier hebben wij een stuk karton. En hier hebben wij iets waarmee wij samen gaan werken. Een potlood. Heel goed. Lekker bezig. Met dit potlood gaan wij samen een taak uitvoeren. We gaan het even heel simpel houden. Wij gaan samen een figuurtje tekenen. Je mag kiezen. Dat moet je me niet vertellen, hè? Oké. Ik ga een robot zijn. En dan mag jij kiezen wat jij wil. Wil je een cirkel, een driehoek of een vierkant? Ja? En dan ga ik en jij samen dat ding tekenen. Nou, dan een beetje hier beginnen eigenlijk maar. En dan 3, 2, 1, ga maar. Kijk eens aan. Dames en heren. Ja, ja, zeggen jullie dan. Ja, mooi is dat. Ik heb gewoon niks gedaan, hè? Ik heb gewoon eigenlijk helemaal niks gedaan. Ik heb het helemaal jou laten doen. Ja. Ja. Maar ik voelde heel goed wat jij wilde. Ja, ik zet de kracht. Jij zet de kracht. Die kracht kon ik voelen en dan kon ik ook een beetje aan meegeven. Nou, gaan we eens eventjes iets anders doen. Jij kiest weer een figuur uit. Dat gaan we er zo in dit ding tekenen. En ik moet onder nu. Of niet? Oh, nou ja, wat je wil. Maakt niet uit. En dan ga ik ook een figuur tekenen. En dan gaan we eens kijken wat eruit komt. Heb je al een figuur in je hoofd? Ja. Ja? Mag je niet liegen straks, hè, wat het eigenlijk was? Nee. Okay, nou, daar gaan we dan. Van z'n drieën, van z'n tweeën, van z'n ene. Hop. Hey. Oké. Nou, we gaan het even laten zien. Wat wou jij maken eigenlijk? Een cirkel. Vinden jullie dat dit meisje dat goed gedaan heeft? Beetje. Nou, maar wat voelde jij? De tegenkracht. Ja. Jij wilde iets anders doen. Ja, wat wilde ik dan? Ik denk een vierkant. Hey, kijk eens. Dat wou ik. Ja? Ja. Dus wat wij nou voelden. Ik voelde voor jou dat jij een cirkel wilde. En jij voelde voor mij dat ik een vierkant wilde. Dames en heren, de kracht van kracht. Daarmee kan je heel goed voelen, als je een beetje dezelfde concepten in je hoofd hebt, van nou ja, wat willen we nou ongeveer, hè? Wat voor keuzes hebben, zou jij van mij en ik van jou kunnen voelen wat we kunnen doen. Dames en heren aan de Technische Universiteit van Delft, hè, gebeurt dit soort baanbrekend onderzoek. Maar het laat dus wel zien hoe belangrijk dus die krachten zijn en hoe informatief dat ook kan zijn. Dat proberen we dus ook bij dit soort afstandbestuurbare robots toe te voegen. Hulp waarbij mensen denken van, oh, wacht, ja, nee, dat is waar ook. Dat is eigenlijk misschien wel handig. Misschien kan ik beter op deze manier naartoe gaan. Ah, dat had ik niet gezien, want het zat even in mijn dode hoek of zo. Of ik kon het niet zo duidelijk zien. Maar dat helpt eigenlijk wel. Of, ja, ik weet niet wat die robot nou denkt, maar ik ga gewoon iets anders doen. Zo'n vloeiende interactie, ook bij afstandbestuurbare robots, kan het veel makkelijker maken om dit soort taken in de praktijk snel uit te voeren. Maar ja, we hebben het nu over intelligente robots en samenwerking tussen mensen. En het wordt eigenlijk allemaal steeds ingewikkelder. Hoe ziet de toekomst er nou eigenlijk uit voor ons? Voor mensen en robots. Daarover in het laatste college meer.